Opa is begonnen in 1936. En toen kreeg hij twee koeien. Eentje van zijn vader en eentje van zijn schoonvader. En daar is hij mee begonnen. En toen had hij 1 hectare land kunnen pachten. En daar is hij boer op geworden. Na 2 jaar ben ik geboren. Mm-hmm. Toen ben ik later naar de landbouwschool gegaan. Eerst naar de lagere school, landbouwschool, middelbare landbouwschool. En toen ben ik boer geworden bij mijn vader. In maatschap. Toen verdiende het niveau, werd tegoed geschreven. Mm-hmm. En met het tegoed heb ik de boerderij later van mijn vader kunnen overnemen. Maar toen had ik al 20 hectare van mijn vader over te nemen. Maar dat is allemaal uitgegroeid. En later heb ik het aan mijn zoons over kunnen geven. En toen zijn ze even samen verder gegaan, tot er eentje wegviel. En toen jouw vader verder gegaan, tot 5 jaar terug. En toen moest je stoppen, want de overheid zegt, hier is geen mogelijkheid meer. En wat vond u ervan dan dat wij stopten met de koeien, maar vervolgens verder gingen met het akkerbouwgedeelte? Nou ja, goed. Dat was eigenlijk wel jammer. Ik ben in mijn hart een koeienboer. Want in 1940, 1945 hebben we de oorlog gehad. En in de oorlog is hij al geëvacueerd met 5 koeien en 2 paarden. Het oud huis, dat ken je, dat was weg. Ja. Daar hebben ze 54 een nieuw huis gebouwd. Plus een nieuwe stal. En in 1970 hebben wij, mijn vrouw en ik, dus Joma, samen met 2 mensen een nieuwe stal gebouwd. En toen gingen we al 40 koeien melken. Toen dachten ze, dat is de limiet. maar de limiet is nooit gekomen. Nee. Het is altijd doorgegaan. Vroeger, toen hadden we minister Mansholt. En die zegt, meer, groter. En toen zijn wij meer koeien gaan melken. Maar hij heeft natuurlijk aan het einde van zijn periode ook wel gezegd van, we moeten ook zorgen dat we weer niet te intensief worden. Hij is erop terug moeten komen. Toen heeft hij overproductie van kaas en boter, weet ik het allemaal. Ja, dat moest toen helemaal weer veranderen. En wat denkt u nu eigenlijk van wat er nu allemaal speelt? Dus alle protesten die zijn geweest. Ja, hoe kijkt u daar tegenaan? Ja. Daar kan ik weinig goos meer van krijgen tegenwoordig. Want ze willen iedere keer iets anders. Die jonge boeren die 3 jaar geleden een nieuwe stal gebouwd hebben. Mm-hmm. Zegt de overheid nu. Ja, die vloer is eigenlijk niet goed. Terwijl ze 3 jaar geleden die vloer goedgekeurd hadden. En nu is hij afgekeurd. Dan moeten die mensen weer een nieuwe stal, terwijl hij nog niet eens terugverdiend is. Dus het is voor de jonge boeren op de dag van vandaag bijzonder moeilijk. En we konden van lieverlee, want toen was de tijd ging toen veel beter dan nu. Toen verdienden we navraag meer. Ja. Ja. Als je kijkt, ja, dat ze met zo weinig koeien toch een inkomst hadden. En toen je vader ging stoppen, moest je er 180 houden om een inkomen te hebben. Ja, dus elke keer is die groei er geweest en moest je meer koeien houden om hetzelfde eigenlijk om hetzelfde te verdienen. Vanuit de maatschappij, ik denk dat de meeste mensen wel achter de boeren staan. Dus ja. Die vinden het onacceptabel om die boeren weer op kosten te jagen. Ja. Om elke keer weer veranderingen in te brengen, in te voeren. Een boer is geen uittrek, Monica. Toch wel interessant zo om van u, vanuit u mee te krijgen van joh, wat speelde er vroeger en hoe is dat langzaam gegaan. Hè? Dus ja. Dat we eigenlijk steeds groter zijn geworden. De technieken zijn steeds groter, uitgebreider geworden. Hè, wat we vroeger niet aan dachten. Dat is steeds gekomen. Maar dat is ook al na 1945, na de oorlog gekomen. Want daarvoor werkten we allemaal nog met paarden.
Ja. Maar toen is die mechanisatie enorm ontwikkeling gekomen. Toen kregen we machines uit Amerika. Dan moesten wij hier in Nederland de zaak weer mee opbouwen. Maar gaat het dan in de toekomst nog groter zijn? Of gaan we op een andere manier ontwikkelen? Want u zei, het limiet was, dacht u bereikt bij 40 koeien. Ja. Nou, dat bleek niet zo te zijn. Nee, ik zie wel in dat het steeds allemaal groter wordt. Dat er nou boeren zijn die hebben 100, 150 hectare onder de beheer. En dat je toen de tijd met 25 hectare kostgoed mee kon verdienen. Ja. Maar het zal wel steeds groter worden. Dus het aantal jonge boeren zal wel steeds minder worden. De bedrijven worden groter en het aantal moet dan toch minder worden, want er is niet meer grond. Ja. Ik denk dat er nu boeren zijn die 300 koeien hebben, maar ik zie ook in andere gebieden in de wereld dat ze er wel 3000 hebben. Ja. Maar hier in Nederland zal dat niet zijn. Nee, daar is het land eigenlijk te klein voor. Daar is het, de eerste groei eruit, hoor. Ja, ja, ja. Maar dat zei u 50 jaar geleden ook, dat de groei eruit was, bij 40, bij 40 koeien. Ja, nou pak je me weer terug. Maar er blijft altijd een toekomst voor jonge boeren in Nederland. Dat dacht ik wel. Maar wel een kleiner aantallen. En zijn er ook boeren, denkt u, die klein kunnen blijven, die zich specialiseren? Of wordt dat lastig? Ja, specialiseren, dat kan. Dan moeten ze een, hoe moet ik dat zeggen? Een neventak. Ja, een neventak, ja. En ik wil die neventak juist noemen. Een camping erbij hebben. Mm-hmm. Of een kaasmakerij erbij. En op een zolder een accommodatie maken voor vergaderruimte voor de boeren. Ja. En ook misschien voor omstanders. Oké, dus dat is ook wel een optie voor onze jonge boeren. Er zijn heel veel mensen die die richting ingaan. Ja. Nou, dank u wel, opa, dat u, dat u eventjes met mij over nadenken. Ik hoop dat u er iets mee kunnen doen. Ja.